de creativiteit die hier in Gent heerst, is uniek. Want iedereen heeft een stem en iedereen wil zich laten horen. Ik heb de eer gehad om een demo te mogen geven hier in de Gask voor ideeën te brengen wat te doen met haar tijdens een catwalk. We hebben superveel vrijheid. Van die jonge mensen hebben ook een idee, een silhouet en ze willen echt alles perfect naar elkaar toe brengen. Dankzij L'Oréal natuurlijk. Wij gebruiken feitelijk het gamma van Techniar deze avond. Dus, en ook Mademoiselle Infinium, onze nieuwe lak. En wij gebruiken ook de Mythic Oil om de glans van het haar te verzorgen. Wij vinden dat L'Oréal zich moet profileren op alle mode-happenings. En vandaar dat we hier zijn om de toekomst een handje te helpen. Van die studenten zijn de toekomst van België op modegebied. Mijn collectie is gebaseerd eigenlijk op het fragile verhaal. Het is helemaal een ijsthema gedaan. Vanwege de etnische stam waar ik mij op heb gebaseerd, de Inuit, die dus ja, in het sneeuwlandschap leven. Dan heb ik vooral de vraagstelling gedaan over persoonlijke religie en heb ik die liggen uitspuren en heb ik dus persoonlijke idealisaties verwerkt eigenlijk in de grafiek van de kleren, zoals de kristallen, wat voor mij heel speciaal is. Dat zit dan terug in de gelijnde structuren. Ik ga mijn eerste mannencollectie brengen. Het is een collectie geïnspireerd op kindertekeningen en de evolutie van kindertekeningen. En ik ben daarin ook op zoek gegaan naar mijn eigen kindertekening van vroeger en heb die dan vertaald naar Prins in deze collectie. Ik ben in Gent begonnen omdat ik weet dat ze hier aan de academie bij iedereen vanaf nul beginnen. Je moet geen voorgeschiedenis hebben in de mode of wat dan ook. Ik kwam gewoon van ISO, ik had niks van technische richting ervoor gedaan, dus daarmee wist ik dat iedereen op hetzelfde punt begon en dezelfde technieken leerde, dus daarom had ik daar wel hoop in. En het lukt toch, want ik ben toch in het derde jaar geraakt.